Op eerste kerstdag 2011 stond Robert de Vries uit Waalwijk op de top van Mount Vinson, de hoogste berg van Antarctica. En hiermee voltooide hij zijn beklimming van de Seven Summits. En dit is de ultieme prestatie voor bergbeklimmers. Het betekent van alle zeven continenten de hoogste bergtop is beklommen. En hij is hier vandaag. Robert, van harte welkom. En natuurlijk gefeliciteerd met die uitzonderlijke prestatie. Dat is niet niks, hè? Over welke bergen hebben we het? We hebben het in eerste instantie over Mount McKinley. Dat was mijn eerste in 2004. Mm-hmm. Vervolgens ben ik naar Everest gegaan, de hoogste van Azië. Ja. Elbrus, de hoogste van Europa. Kilimanjaro, Afrika. Aconcagua voor Zuid-Amerika. De Karstenspyramide voor het continent Oceanië. En tenslotte ben ik naar Antarctica afgereisd om daar de Mount Vincent te beklimmen. Jeetje, wat een indrukwekkend rijtje. Ja. Wanneer besloot jij nou van ik moet gewoon die Seven Summits, ik wil ze gewoon allemaal hebben? Gek genoeg begon dat pas de dagen bij me toen ik de twee moeilijkste beklommen had. Mm-hmm. De koudste berg ter wereld, de Mount McKinley, die had ik in 2004 al beklommen. De Everest had ik al gedaan, dat zijn de twee moeilijkste. En toen vrienden mij vroegen om met hen mee te gaan naar Rusland, om daar de hoogste van Europa te gaan beklimmen. We zien ook prachtige beelden toen van jou. Toen pas viel het kwartje bij mij van, hé, ik ben bezig met iets indrukwekkends eigenlijk. Ja, want wat is nou die drijfveer? Wanneer besluit je hier aan te beginnen? Ja, het is bij mij heel onschuldig begonnen met wandelen in Oostenrijk, van hut naar hut. En je ontmoet mensen, je doet cursussen en van kwaad naar erger is het eigenlijk gegaan. Ik wilde graag mijn grenzen verleggen, steeds hoger komen. En uiteindelijk ben ik aan het expeditieklimmen begonnen. En daarin heb ik ook weer andere mensen leren kennen die ook van het gelijke niveau waren. En daarmee heb ik toch wel redelijk wat bijzondere dingen gedaan ondertussen. Ja, daar ben je nu zelf ook wel achter. Ja, dat begint nu wel langzamerhand te dagen. Welke berg was nou het meest indrukwekkend? Het meest indrukwekkend is dan toch wel Mount Everest. Omdat hij de hoogste is. Het was voor mij ook de allerzwaarste. Daar ben ik het langst voor van huis geweest. Daar had ik 10 weken verlof van mijn werkgever. Dus dat is toch wel de meest indrukwekkende. Ja. Wat doet dat nou met je? Hè? Je staat daar boven op zo'n berg, je bent daarmee bezig. Komt er zo'n punt dat je denkt van, oh jeetje, waar ben ik toch aan begonnen? Er zijn altijd, bij elke expeditie zijn er wel momenten bij dat je iets hebt van, ja, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Dan ben je gewoon hartstikke moe, of het is even heel koud, of je komt zonder lucht te zitten, of iets lukt er net niet. Dan heb je zo'n moment, maar later als je ooit meer op die top staat of je veilig terug bent in de basiskamp, dan denk je van yes, ik heb het toch maar weer gedaan. Oké. Okay. We gaan eens even kijken naar een filmpje van jou ook op de Mount Vincent, de laatste. Ja. En dan zien we hier dat er een vliegtuig aankomt. Ja, dat is een Russisch vliegtuig, een Ilyushin. Die wordt elk jaar gecharterd door een organisatie om daar polreizigers of bergbeklimmers, net als ik, naar het continent te brengen. Gewoon in the middle of nowhere word je dan gedropt? Ja, in the middle of nowhere word je eigenlijk gedropt, ja. Ja, er is daar op het continent een plaat ijs waar het vliegtuig kan landen. Dat is je landingsbaan, een plaat ijs? Een plaat ijs, daar zit het vliegtuig. Wat spannend. Ja. En dan ga je. Ja. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Met deze expeditie ben ik 4 weken mee bezig geweest, maar daar is wel een jaar aan voorbereiding aan vooraf gegaan. Dus contact leggen met die organisatie, formulieren over en weer invullen, verzekeringen moeten kloppen, spullen moeten in orde zijn, trainingen natuurlijk. Ja, want hoe train je dit? Kun je dit trainen? Ja, je kan het trainen. Het is gewoon een kwestie van heel goed je conditie op peil houden. En dat doe ik eigenlijk het hele jaar door, veel fietsen, veel hardlopen. En de know-how van het klimmen, die heb ik in het verleden al opgedaan. En die gaat zomaar niet verloren, die kunde. Nee, oké. Okay. Maar het zijn wel hele dure expedities, hè? Dit was een hele dure expeditie. De andere, die vielen op zich wel redelijk mee. Maar dit was wel een rip uit mijn lijf. Ja. Want, hoeveel kostte die ongeveer? Deze, die moet je ongeveer inschatten op een 30.000 euro. Oeh. Ja. Dan moet je wel heel erg blij worden van de sport, hè? Ja. Maar wat is nou die ultieme kick dan, zeg maar? Ja, die ultieme kick als je eenmaal boven staat en je kan het delen met collega-klimmers en je hebt weer succes bereikt. En je kan het later ook weer delen met familie en vrienden. Vooral omdat je dus ook weer heel terug bent. Je hebt weer een grens verlegd, je hebt weer een lijstje compleet in dit geval. Dat is toch eigenlijk wel een kick, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Hey, maar nu heb je die Seven Summits gehad. Ja. En nou, ben je nou klaar? Ik zou achter de geraniums kunnen gaan zitten. Zou je kunnen doen? Ja. Nee, dat doe ik niet. Ik heb wel ideeën over volgende bergen die ik wil gaan beklimmen. Nog geen concrete plannen, maar... Zoals, je hebt vast een mensenlijstje. Ja, ondertussen heb ik weer wat mensen leren kennen in Antarctica. Een klim op Groenland zit er wellicht in. Misschien volgend jaar Himalaya, een hoge berg van boven de 8000 meter. Mm-hmm. Dat zijn dingen die dus zeker op mijn verlanglijstje staan. Ja. Ja. Maar als je dan zo'n mooi wensenlijstje hebt inderdaad, dan moet je natuurlijk ook wel wat centen hebben. Want anders kun je die expeditie niet doen. Word je daar nog in geholpen?
Ik heb voor al mijn expedities op eentje na heb ik geen sponsoring ontvangen. Everest die was wel volledig gesponsord, gelukkig. Was ook een hele dure. Maar anders moet ik er gewoon heel hard voor werken. Ja, en dan ga je dus eerst werken. Wat is dan reëel om een volgende klim weer te kunnen maken? Een jaartje werken, dan moet ik wel weer iets bij elkaar gespaard kunnen hebben. Want alle andere expedities die ik net noemde om in de toekomst te gaan doen, die zullen niet zo duur meer zijn, hoor. Oké. Okay. Nee. Hey, want de bergbeklimmers die al heel wat indrukwekkende bergen hebben gehad, daar ben jij natuurlijk ook één van. Maar die zijn vaak wat bekender. Jij bent nog iemand van een beetje op de achtergrond. Ja, ik heb nooit echt mezelf op de voorgrond gezet. Het is gewoon niet? Een hobby van me. Ik doe het klimmen meer voor mezelf dan voor iemand anders. Ik bedoel, ik loop niet voor mijn moeder naar de top, ik loop niet voor mijn vader naar die top. Ik doe het zelf, omdat ik zelf grensverleggend bezig wil zijn. Ja. Dus daarvan dat ik eigenlijk altijd een beetje op de achtergrond ben gebleven wellicht. Ja. Oké, okay. Als laatste dan, hè? Op het moment dat je die berg opgaat, die eindeloze klim, wat denk je dan aan? Toen ik op weg was naar deze laatste top, toen was ik hoofdzakelijk bezig met de koude. Er stond daar een verschrikkelijk harde wind. Het was op de grens van het toelaatbare volgens onze gids. En toen heb ik de hele tijd lopen piekeren van oké, mijn voeten zijn warm, is goed. Mijn handen zijn warm, oké, dat is ook goed. En continu ben ik alles blijven checken of dat het wel klopte. Oké, en anders trek je aan de alarmbel? Dan hadden we aan het belletje moeten trekken en dingen aan moeten passen in kleding of iets anders moeten doen. Oké, nou ja, wij zijn in ieder geval heel erg trots op jou. Jij hebt me weer voor elkaar geboxt hebt. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan.